Geef je dan toch de voorkeur aan een pruik? Dan is het goed om deze te gaan kiezen en kopen op het moment dat je nog je eigen haar hebt. De kapper kan dan het pruikmodel wat afstemmen op je vorig kapsel, op je eigen kapsel. Belangrijk is wel om je pruik ook af en toe, zowel overdag en zeker 's nachts, af te zetten, zodanig dat je hoofdhuid ook kan ademen. Weet dat er verschillende soorten pruiken bestaan. Pruiken van echt haar of synthetische pruiken. Deze laatste zijn goedkoper en ook handiger in onderhoud. Met een attest van je arts en je factuur kan je bij het ziekenfonds een terugbetaling krijgen van 180 euro. Het maakt niet uit of je een pruik van echt haar of synthetisch haar hebt gekocht. Je krijgt steeds 180 euro. Vraag ook eens bij je hospitalisatieverzekering na. Mogelijk betalen zij nog een extra deel terug. Als je nu zou kiezen dus voor een sjaal of mutsje, dan krijg je helaas niks terug. En dat is een van de redenen waarom Kom op tegen kanker bij de overheid wil pleiten om de vrijbesteding van die 180 euro. Zodanig als je voor een alternatief voor een pruik kiest, dat je dit niet helemaal zelf moet bekostigen. Handige tips over hoe je een sjaaltje kan knopen en waar je de mutsen en de sjaaltjes kan gaan kopen, vind je op onze website allesoverkanker.be. Dan kan je ze doneren aan een aantal organisaties die ze dan reinigen en tweedehands ter beschikking stellen van mensen die het financieel niet zo breed hebben. Vraag meer info bij de kankerlijn of bij je ziekenfonds.